Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn laatst naar België gegaan. En natuurlijk kan je in België leuk vuurwerk kopen, zoals mooie cakes, knalvuurwerk. Maar sinds kort kan je ook nieuw vuurwerk van ons, van PTD, daar kopen. Een grappig verhaal, we hadden namelijk tijdens de lockdown was het de bedoeling dat er een Kat 1 product op de markt zou komen van ons, genaamd de Knetter Traten. Omdat de levering veel te laat was, jullie weten het wel, toen was er een gigantisch probleem met de levering van vuurwerk. Dus op dat moment ging dat niet door, toen zijn ergens die producten zijn zoek geraakt en nu alsnog zijn ze dus aangekomen. En ze zijn dus alleen te koop in België. En als jullie deze video zien, kan je ze nog kopen. Maar er is gewoon een hele beperkte voorraad hiervan. Er zitten er 40 van in een pakje. En die zijn dus alleen te koop in België. Dus mochten jullie in Ole komen bijvoorbeeld. We schakelen nu even over naar het beeld in België. Dan laten we jullie zien dat ze nu op dit moment in de schappen liggen. We laten jullie even zien dat je hier dus de knettertraten te koop hebt. Maar dus ook de knetters. Kijk maar. Even kijken. Dit zijn dus de knettertraten. Daar zijn de knetters. De knetters zijn ook in Nederland te koop, maar de knettertraten dus alleen exclusief hier. We gaan nu terug naar locatie om ze af te steken. Je moet even laten weten in de comments. Ik vraag me af of er nog mensen zijn die ze niet hebben gehaald de afgelopen jaren. Maar misschien brengen we deze wel binnenkort ook terug. Check die vlam. Ik zeg je eerlijk, ook Jordi vindt het een van de beste aanstekers om lekker te gaan stoken. We gaan ze testen, maar we hebben ook even een pakje knetta's die gewoon nog te koop zijn in Nederland. Wel de allerlaatste voorraad. En eigenlijk is het kleurverschil wel grappig om te zien. Ik vind deze wat feller. Maar allebei zijn dus volgend jaar 100% niet meer te koop. Alles wat er nu nog ligt in de winkels is echt restverkoop. Want dit zijn dus van die jointjes. En ik hoor jullie al lachen, maar het is echt zo. Kijk. Een zak patat. Ja, lijkt een beetje van die kleine zakjes patat inderdaad. Moet maar horen. Kijk, jullie begrijpen wel dat dit het laatste jaar is dat deze knetta's te koop zijn in Nederland. Want ja, officieel mag het dus niet voorbij een meter komen. Dus die gaan er allemaal gewoon uit. Laten we maar even de volgende testen, want die van de net viel eigenlijk een beetje tegen, al is het maar even product. Dat kan altijd. Kijk, dit is alweer een stuk beter. Dit bedoel ik dus. Ook deze zijn eigenlijk beter dan wat mag. Vooral in Nederland. Ja, het is nou eenmaal niet zoals 5 jaar geleden of zo, weet je wel. Eigenlijk 3 jaar geleden. Want 3 jaar geleden, tijdens de lockdowns en zo, was er heel goed Kat 1 te koop. Oh ja, inderdaad. Eerlijk, dat is nog niet zo lang geleden. Die funke dingen en zo bij al die tuincentrums en zo. Zo, die waren echt goed, man. Ja, helaas is die tijd voorbij. En al het Kat 1 wat je dus nu nog kan kopen, dat is eigenlijk het Kat 1 wat maximaal mag. Dus dat mag maar maximaal een meter omvang hebben. Eigenlijk moet je er gewoon bijna je hand op boven kunnen zetten, niet de camera. Nee. Maar Kat 1 hoort veilig te zijn en echt voor kinderen. En daardoor gaat het dus allemaal eruit. Helaas, wij zijn van mening dat dit ja, ook niks voorstelt. Nee, voor ons stelt het natuurlijk ook niks voor. Kijk, het blijft gewoon Kat 1, weet je. Ja, het blijft Kat 1. Maar het is wel grappig, hè? Ze draaien rond, zie je? Ja, echt hè. Die geur ook heel, die er vanaf komt. Ja. Heerlijk. Ik zou zeggen, we gaan zo meteen even een heksenkringetje maken. Mochten jullie deze al in je bezit hebben, laat het even weten onder deze video of in de reacties. En laat het ook even weten op Instagram. Tag dan @pyroteamdelft, zal ik hem 100% reposten. Jullie zijn het al goed. Laten we maar zo'n hekskie maken van deze jonko's. Kijk. Ja, ze zien er wel grappig uit, eerlijk is eerlijk, toch? Weet je van die... Dat papier is, doet me ook denken aan die Black Bermuda's, man. Ja, man. Of de Kat 1 Bermuda's. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het pakje is op. Alles zit in deze heksenkring. Maar het pakje gaan we wel bewaren. Want het pakje is wel mooie nostalgie. Hè? Moet je kijken. PTD aan de zijkant trouwens. Heel ziek. Helaas mogen we deze niet verzenden. Zoals de aanstekers dus wel. Gasvrij.
Alleen zijn deze nu op dit moment niet op voorraad. En zoals ik al zei eerder aan het begin van deze video, mochten jullie deze willen hebben of er zijn nog mensen die er eentje willen kopen, laat het even weten in de reacties. Misschien komen we binnenkort wel met een nieuwe stok. Aanzetten? Wacht, oh, doe maar deze. Ga jij doen. Let's go. Lekker hoor. Ja, mooie shot man. Eerlijk is eerlijk. Zo is het natuurlijk heel erg goed vuurwerk. Maar eigenlijk hoor je hem gewoon los af te steken. We hadden hier nog eentje in zitten volgens mij. Maar we... Van mij hebben we gecheat, kijk maar. Ik heb hem even hier zo. Mooie torch. Ja, ik moet zeggen, kijk, het zijn leuke dingetjes. Kijk, heftig is het die natuurlijk. Dat kan je ook niet verwachten van die dingen. Nee. Blijft kat 1 nogmaals. Maar, het is wel het beste kat 1 wat je op dit moment nog kan kopen, denk ik. Eerlijk is eerlijk. Maar ik vind deze ook heel mooi. Deze snoepies. En deze blijven ook echt heel goed. Hier? Ja. Die zijn echt heel goed, man. Ook. Wat een product, man. Het zijn gewoon een soort grote pillycrackers of zo, hè? Ja, deze zijn er dus uit, jongens. Volgend jaar 100%. Gaan jullie zien? Het is wel bizar eigenlijk, hè? Terwijl dit eigenlijk ook gewoon... Ja. Gewoon kindervuurwerk is. Het is niet dat het wegspringt of zo of iets. Ik zeg eerlijk, de knettertraat is wel goed verzonnen. Qua naam. Absoluut. Ik vind die wel mooier qua naam. Ja. Reageert op het vuurwerk. Zo. Huh? Wat was dat dan? Knalde er eentje iets harder. Dat was gewoon een knal. Hé, hey, dat was gek. Waar is allemaal zo? Ja. Ja, dit is dan niet het vuurwerk wat je om 12 uur zou verwachten. Eens. Nou, laten we nog maar even een paar van die knetters doen. Hier hebben er in ieder geval heel veel mensen van genoten van deze. Behalve bij deze. Ja, dat... Daar heb je ook wel eens. Kijk eens die nog wel doen, jongens. Oh, zo. Lekker hangen. Ja, echt hoor. En dan kan ik het toch niet laten om nog even een pakje van de knettertraten te doen. Hij is nou zo eens element. Ja, gewoon even eigen vuurwerk afsteken, jongens. Maar ik weet dat er heel veel mensen deze al hebben gehaald. Wat wordt het volgende? Cakebox? Of een hele lijn. Laat het even weten, jongens. Mochten jullie een cakebox gaan halen, als we die uitbrengen. Misschien brengen we gewoon een hele vuurwerklijn uit. Hoor dit? Ja, de knetters zijn oud vertrouwd, snap je? Maar dit ga je niet meer krijgen bij de leden. Nee, het zijn wel goede cracklingen voor deze, knal, zeker. Wel dit pakje, volgens mij. Het is dus echt vuurwerk wat je dus op dit moment niet meer kan krijgen. Dus mochten jullie eraan komen, jongens, haal er zeker een pakje van. Want het vuurwerk wat je dus bij de, ja, noem eens even iets, de Lidl, de Aldi en andere supermarkten kan kopen, dan is dit het totaal, dan is dit het natuurlijk wel waard. Mochten jullie een pakje al hebben gehaald, laat het dus achter in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en volgende week weer gewoon een nieuwe video. Want we gaan binnenkort weer een trip maken, dus er komt zieke content aan. Later. En een tip, jongens, bewaar de pakjes en we zien jullie bij de volgende video. Yoga!